gedaan! Gadverdarrie! Dat was vies, zeg. Ik ga op zoek naar het YouTube-talent van 2017. Deze hele week komt er elke dag een video online met één van de 7 deelnemers. En uiteindelijk mogen jullie bepalen wie jullie de beste vonden. Hallo! Hey, hi. Je vraagt je ongetwijfeld af, yo Kelvin, what the fuck? Er staat hier een lege stoel. Nou ja, dat is inderdaad het geval. Hier, hoppakee. Harde stoel ook dit. Dat is echt... Zoals jullie misschien weten ben ik bezig met iets. Ik noem het van niks naar kliks. En van niks naar kliks ga ik deze hele week lang een video maken met 7 verschillende YouTubers. En dat komt elke dag op een kanaal. En dit is één van die video's. Zo simpel is het. En na deze 7 video's kunnen jullie bepalen wie jullie het leukst vonden. Dus zo van jou ook van hem leuk, van hem kut. En dan wint er iemand. En dan is het zo, je hebt gewonnen. Dus dat. En vandaag heb ik weer een deelnemer in mijn huiskamer. Het is de enige echte Pieter van de Hogeband. Oké, het is Daniël. Hi. Ik dacht ik geef je even een andere naam. Oh. Om even meteen die comedy hier, deze video. Hij is koud. Hij is zeker. Is het zeg maar een... Hij is vers. Ja? Ja. Nee, hij is van 2 dagen geleden. We gaan... Oh, vertel even. Wie ben je? Wat doe je? Hoe sta je in het leven? Ik ben Daniël. Ik heb een YouTube kanaal, Bad Humor TV. Ja. We hebben 2 series. 5 woordfilms. Kan je 5 woorden insturen naar ons die samen een zin vormen. Daar maken wij een videootje van. Bijvoorbeeld, paprika's zijn de beste hier. Die gaan we nu. Echt waar? Ja. Echt waar? Ja. Lekker. Ook Morning Talk waar wij praten over troep. En meestal zit er eten in. Oké. Eigenlijk is dit gewoon Morning Talk. Welkom bij Morning Talk. Hey, mijn naam is Ramon. Weet je toch? Ja. Dan vraag ik me natuurlijk nog wel af. Dat is natuurlijk een vraag die ik vaak krijg. Waarom noem je kanaal Bad Humor TV? Want is het gewoon... Dus is het dan ook gewoon niet grappig? Als iemand het niet grappig vindt, dan is dat dan de bedoeling? Er komt een dag, dan moet je een naam verzinnen. En als mensen je niet grappig vinden, dan krijg je zoiets. Jij hebt gewoon... en dan plak je de tv achter en dan krijg je het. Je had gewoon te veel mensen om je heen die zeiden, yo, je bent niet grappig. Toen zei ik, oké, dan noem ik dat gewoon, dan noem ik mijn kanaal zo. Ja, ik denk het. Dat is dat mensen zouden zeggen dat ik lelijk ben en dan zeggen, ah, dan noem ik mijn kanaal gewoon lelijke jongen tv. Dat zou best wel grappig zijn. Maak je me nou belachelijk? Of? Ik maak je helemaal niet belachelijk. Ik ben gewoon een beetje aan het testen. Oké. Ik ben een beetje aan het treiteren. Met zo'n treitervloggen, dat ben ik. Weet je wat dit is? Nee. Ik heb het dodelijke kaartspel verzonnen. Zeker, mijn creatieve brein is weer aan de slag gegaan. Nou ja, die heeft natuurlijk weer iets fantastisch eruit gepoept, namelijk dit. Een stapel met kaarten. Het is een dodelijke kaartspel. Hier staan allemaal dingen op, maar ik weet niet wat het is. Jart, mijn grote vriend Jart, heeft dit voorbereid. Ik heb gezegd, maak 20 kaarten waar allemaal gekke shit op staat. Dus het kan zijn een foto van mijn moeder, naakt. Dude, what the fuck? Zou kunnen. Oh. En dan is het zo van, hey, Kelvin's naakte moeder. Een opdracht of iets. Snap je? Ja. Ik weet oprecht niet wat de fuck dit is. Als jij die weet, dan denk ik wel waarschijnlijk ook. Ik verontschuldig mezelf alvast richting jou. Wil jij stempjes gaan weer eens gaan. 1, 2, 3. Ha! Nee! Ja! Hoe kan het? Peter, ik ga met hem samenwerken. Wij hebben een soort van chemie of zo eerst. Nee. Wat wil je? Pak een kaart. Wacht. Moet ik nou vertellen wat erop staat? Of moet ik het gewoon... Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Maar als ik het opstaat, moet ik dan gewoon doen? Of moet ik het eerst zeggen? Had ik iets beter moeten voorbereiden. Oh, je pakt gewoon de bovenste. Wat staat erop? Schreeuw 30 seconden lang op je allerhart. Oh, want dat kan ik. Moet het in 1 adem, want dan ben ik overleden. Zal ik de tijd bijhouden? Ja. Want het moet wel echt de volle 30 seconden zijn, hè? Ben je er klaar voor? Nee. Oh ja, je mag trouwens 1 kaart niet doen. Zo van, oh, dat wil ik echt niet doen. Ja, snap je? Ja, oké. Sla ik deze over. Ja, echt? Nee. Ben je klaar voor? Ga door, jongen! Ai! Ga spieren halen! Ai! Het is nog 10 seconden! Oké, tijd is om. 31 seconden. Nee, dat was niet de opdracht. Dat was 30 seconden. Opnieuw. Moet opnieuw. Nee. Zo, hij was wel intens. Ja, ik... dat was een goeie. In mijn vrije tijd, dan doe ik dat altijd precies. Ik weet niet hoe jij dat erop hebt gezet, maar in mijn vrije tijd doe ik altijd 30 seconden gewoon schreeuwen. Echt waar? En voordat ik ga slapen, en als ik wakker word, en tussenin is het. Ik ben aan de beurt. Mag ik zelf een kaart? Ik pak zelf wel een kaart. Oh. Dit is een foto van een naakte oude oma. Ga je dat op YouTube zetten? Ik vraag me af of dit mag. Ja, want geldt het nog als titel? Geldt dit nog als... Ja. Maar de vraag is natuurlijk, zou je haar doen? Nee, natuurlijk niet. Er is toch 1 grote verschrikking? Hangt er geld aan? Wat? Hangt er geld aan die titel? Nee. Ja, dan niet. Oh, zou ik voor geld zou ik het wel doen? Hoeveel? Gewoon 2 ton. 2 ton? Ja. Nee, dat wordt hem echt niet. Jawel, hou op man. Hou op. Oké. 3 ton. 3, ook. Oh, dan wel. Echt tonnetje erbij. Heel onderhandelen. Oké, nou, dit was mijn idee. Ja, ik kom er makkelijk vanaf. Ik ga gewoon uitbrengen, denk ik, dit kaartspel in de Intertoys. Maak er een app van. Wat is dit? Wat staat erop? Doe je beste Gerard Joling impression. What the fuck? Ik weet echt niks. Je moet er toch aan geloven. Mag ik iets opzoeken? Wat wil je opzoeken? Iets van Gerard Joling. Dat stond nog hier! Dat doet hij. Ja, maar ik kan je niet napraten nou. Ken je een liedje van hem? Nee. Nee? Noem eens een paar titels, want ik weet echt niks na. Maak me gek. Maak me gek in mijn mond. Er komt paprika's stukje uit mijn mond. Oké, nou ja, goed opgelost. Ja. Maar het was, als ik jou dit zou horen zingen, had ik niet meteen gedacht, oh dat is typisch Gerard. Jij deed echt... Alsof Gerard Joling een soort van stroke heeft gekregen. Oké, nou deze viel toch nog wel mee. Ja. Dit vond ik prettig dan, een hele geschreeuw joh. Oh. Laat een boer. Ja, ik kan dat niet. Nee, ik kan dat niet. Pak drink. Nee, maar ik kan echt niet op commando... Oké, wacht. Nee, doe ik niet. Sorry, kan jij dat? Wow, what the fuck? What the fuck? It's magic. Hoe doe je dat? Ja, dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Sorry, ik heb dit niet, het is me niet gelukt. Ja, zit daar een straf aan vast? Ja. Wat? Doe een kledingstuk uit. Nee, dat gaan we niet doen. De straf is, als je iets niet doet, moet je haar een kusje geven. Minimaal 5 seconden. Is goed. Je bepaalt zelf nog dat het langer is dan 5 seconden. Was het langer dan 5 seconden? Ja, ik vond het wel lekker eigenlijk. Ik zat perfect op de tepel. Ja. Mijn lippen bleven een beetje plakken. Steek een vinger in je neus en fluit het Wilhelmus. Ik kan amper fluiten. Echt? Ja, ik kan alleen maar achteruit fluiten. Achteruit fluiten? Oh, dat mag ook. Ik fluit een beetje mee. Nee, fucking vies. Ik had mijn vinger. Nee, gadverdamme. Ik ervaarde dit best wel als verfrissend. Het is iets wat ik gewoon nog nooit had gedaan. Ja, het zijn wel nieuwe ervaringen die ik hier opdoe. Kijk, en dat is waarom dit spel überhaupt bestaat. Oké, ik ga voor dit. Kus je tegenstander op de eindelaar achterhoofd. Wat zei je nou? Voordat die camera aanstond, zei hij nog van... Dus niet zo dat we elkaar gaan zoenen of zo. Nee, dat dacht ik. Jart, what the fuck? Wacht, Anna, kom maar. Kom maar. Daniël is niet gay. Nee, jullie kennen allemaal Nina. Ik ben ook niet gay. Maar op het moment... Mag ik hem op zijn achterhoofd kussen? Ja, je krijgt toestemming. Oké, hij krijgt toestemming. Je had nee kunnen zeggen. Mag ik? Vind je het oké als ik dat doe? Ik vind het meer dan prettig. Oké, kijk even die kant op. Dit is echt fantastisch. Dit is echt top. Yo, hoe zijn we ooit op dit punt aangekomen? Ja, het is snel geëscaleerd. Ja. Kies je plek. Ja, ik ga precies hier. Oké. En dat is ook een manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Juist. Kus iemand op het achterhoofd. Voor een camera. Ik heb geen spijt. Sta op, pak je jas en loop weg. Neem deze kaart mee. Yo, tot later. Duimpie. Hey, wil je misschien een filmpje maken? Tuurlijk! Ja? Waarom niet? Oh, wat gezellig joh. Hey, ken je nog niet? Aha. Aangenaam, Daniël. Wil je misschien, ja, kusje? Ik wou een hand geven, maar dat is niet erg. Er staat weer tegenstander op hier. Ik zie het woord tegenstander al staan. Lees je dat zo snel? Ja, lik het oor van je tegenstander. What the fuck? Dit mag niet, Jart! Dit mag niet! Jart is echt een motherfucker. Je bent vergeten trouwens, je kan het gewoon overslaan. Ja, dat is waar, ja. Maar of dit het ergste is. Ik ga niet weg, weet je, I don't give up on a fight, weet je. Strijd gewoon altijd. Ja. Maar als je een echte strijder bent, laat je me gewoon je oor opeten. Succes. Oké. Mag ik? Ja! Oké. Zo. Ja, sorry, ik wil echt een klein kind als ik zulke vulgaire dingetjes moet doen. Maar ik denk dat maar gewoon. Oké, het wordt een klein likje. Tuurlijk. Oké. Kijk maar even. Doe even die kant. Maar niet zo. Ja, maar je moet zo kijken. Ja, nee, zo. Sorry dat ik je dit aan. Nee, dit doe ik vaak. Oké. Godverdomme. Ik denk dat jij officieel de eerste. Nou, nee. Laat maar. Ben je klaar voor? Hey! Yo. Even snel! Ja. Kom op! Ik vind het echt heel eng. Oké. Ah, ik heb het gedaan! Gadverdari! Dat was vies zeg! Oh, jij bent weer aan de beurt. Lik je tegenstanders pik. Probeer je oksel zo dicht mogelijk bij de cameralens te krijgen. Oh. Is dat moeilijk? Nee, maar ik wil het gewoon wel heel graag zien hoe je dit probeert. Maar moet ik dan gewoon erheen lopen en dan gewoon de lens? Ja, dat is het. Dus oké, ik zit opgeschreven met het likken van ledematen. En jij... En hoe was dat? Het was een soort van camera-dab. Ja, toch? Dat was best wel wat je kon verzinnen. Dat was best wel kon verzinnen. Aangezien we het toch over Bad Humor hebben. Oh, ik ben maar aan de beurt. Ja. Jeetje. Ja. Jezus, wat een verschrikking was dit. Ik zie een mannelijk geslachtsdeel, maar daarop nogal wat, nou ja, hoe zullen we het noemen, herpes. Ik ben wel blij dat ik in ieder geval niks hoef te likken. Ja, dus dat, durf je er niet naar te kijken? Het is niet dat ik het niet durf, kijk. Doe alsof je ineens heel veel pijn hebt. Auw! Nou, dat was nu wel eens intens. Heb je, maar dat komt... Ah! Ja, dat ligt aan het... Auw! Ah! Ja. Oh, zo heb je als je pijn gaat... Ah! Ja, dat is meer... Ja, het is een combinatie van twee dingen. Het was al een soort van de opwinding van dat oor net. Ja, en van de foto. En van die fijne foto. Doe alsof je verliefd bent op je tegenstander. Hij staat nu uit. Ik vind je... Maar jij bent voor mij al wel alvast de winnaar trouwens. Voor de wedstrijd. Valt dus zeg maar wel op, jongen. Toch? Toch wel. Wat is met Nina gebeurd? Nina is een actrice. Die doet gewoon mee met je. De enige reden waarom jij hier bent is omdat ik al best wel lang was van liefde gewoon iets voel. Echt? Ja. Heb je dat niet? Nee. Maar mij. Ja, bij jou. Doe de camera weer aan. Oh, hij stond... Oh, maar wat is dat wel? Ik ga deze opdracht niet doen. Ik ben helemaal niet... Ik kan dit niet. Ik kan niet doen alsof ik verliefd op iemand ben. Dan sla je hem over. Ja, ik sla hem over. Dan heb je hem dus wel één overgeslagen. Hier. Eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ik heb hem overgeslagen. Doe ik gewoon. Maak één lelijke selfie en plaats hem op Instagram. What the fuck? Ja. Je vindt het echt kut, hè? Ik had deze ook echt kut gevonden. Zeg wel jou. Ja, ja. Tuurlijk. Maar dan wel heel lelijk. Even voor de duidelijkheid, hij is prachtig. Nou, kijk maar. En hij staat erop. Hey, top. Leg deze kaart terug en schreeuw. Nee, dat ga ik echt. Nee, dat ga ik. Nee. Dat ga ik echt. Fuck dit. Wat? Dit doe ik sowieso niet. Ik kan er niet twee overslaan. Nee, ik doe het niet. Deze doe ik niet. Wat is het? Wat is het? Nee, doe ik niet. Echt, wat is het? Er zijn heel veel dingen in de wereld die ik doe, maar dit doe ik niet. Nou, dat is top hoor. Leg deze kaart terug en schreeuw. Nee, dat ga ik echt niet doen. Fuck dat. Nummer 1 acteur van de wereld. Yes. Best betaald ook. Of nee, toch niet. Ik vind het eigenlijk nog mooi geweest. Dit was eigenlijk het beste kaartspel van Nederland tot nu toe. Daniël, ja. Bedankt dat je er was. Geen probleem. Vond je het soort van leuk of niet? Ja. Wil je nog iets zeggen tegen de lieve kijker? Als jij mijn lelijke hoofd vaak wil zien, ja. Klik op ergens. I don't know where. Ja, je kan het kanaaltje van Daniël en zijn vriendjes hier in de beschrijving vinden. Ja, mijn kanaal is Daniël en zijn vriendjes. Ja, zeker. Gewoon dat googlen en dan... Daniël en zijn vriendjes. Bad Humor TV. Zeker. Geniet ervan. Kijk erop. Doe lekker wat je wil. Abonneer natuurlijk ook op mijn kanaaltje. Geef zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En dan genieten wij weer van de volgende video. De volgende keer. Ik hou van jullie. Doei.